Zullen we starten, trouwens? Goed. Um, goed om te weten voor iedereen. Um, we hebben jullie microfoons uitgezet. Je kan je camera wel of niet aanzetten. Dat mag je zelf weten. Um, als je vragen hebt, kan je die stellen in de chat. We houden allebei de chat in de gaten. Um, dus als je vragen hebt, stel die gewoon tussendoor in de chat. Dan behandelen wij die gewoon tijdens de presentatie. Um, de fotoreis, Luxemburg dus. Volgende pagina. Oh, wie ben jij? Uh, we zullen ons eerst even voorstellen voor degene die nog niet uh, weten wie Fotografie Reizen is. Um, zal ik beginnen met mij voor te stellen? Ik ben Jolande Wals. Ik ben samen met Henk en Laurens eigenaar van Fotografie Reizen. Um, ik ben altijd met fotografie bezig geweest, van jongs af aan al. Toen ik drie jaar was, stond ik al bij mijn vader in de donkere kamer. Uh, op die leeftijd had ik ook al een klein plastic cameraatje in mijn handen. Uh, later als tiener werkte ik in fotozaken. Uh, ik heb de fotovakschool gevolgd en ik ben eigenlijk mijn hele leven beroepsmatig als fotograaf werkzaam geweest uh, om een aantal grote opdrachtgevers te noemen, bijvoorbeeld Porsche en de Rabobank. En de laatste twintig jaar draag ik mijn uh, zeer uitgebreide kennis uh, graag op andere over, middels uh, fotografiecursussen en, en uiteraard uh, de fotoreizen. Mensen vragen mij wel eens van, uh, nou, wat uh, vind je nou het mooiste in fotografie? Kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik heb meerdere dingen. Als ik op een landschapsreis ben, vind ik landschapsfotografie prachtig. Ben Ik op een wildlife reis vind ik wildlife prachtig. En ik mag ook heel graag straatfotografie in landen buiten uh, Nederland doen. Dus dat uh, is even uh, in het kort uh, mijn voorstelronde. Laurens, kan jij je even voorstellen? Over één seconde doe ik dit. Ja, ik ben er weer. Uh, wie ben ik? Uh, de, ik richt mij voornamelijk op de marketing en de strategie bijvoorbeeld 4 reizen.nl het opzetten van nieuwe reizen. Um, daarnaast word ik van alles en nog wat ingezet. Wat de rest niet weet, mag ik oplossen. Dus uh, een mannetje van alles. Uh, begeleid ook af en toe fotoreizen. Zo heb ik recent nog de fotoreis naar Albanië begeleid. En begeleid ik ook, ook in het, het voorjaar in de winter, moet ik eigenlijk zeggen, de fotoreizen naar Vins Lapland. Um, ik ben een groot fan van reizen en heb daarnaast ook lange tijd in Zuidoost-Azië en op Malta gewoond. En ook met mijn studie veel in het buitenland geweest uh, en gewerkt. Daarnaast ben ik absoluut archeoloog, maar ook marketeer. En bezoek ik heel graag archeologische locaties tijdens uh, het reizen. Privé is het bij ons niet zozeer waar gaan we heen en zijn er ook archeologische locaties. Maar is het eigenlijk zijn er archeologische locaties en daarbij zoeken we nog eens een keer een hotel. Dus dat gaat bij ons vaak net andersom. Oh ja, wil jij het scherm een slide verder doen? Ik wou het zelf doen, maar er gebeurt er natuurlijk niet zoveel. Uh, goed om te weten, wie of wat is fotoginahuis.nl? Uh, Wij bieden fotoreizen aan over de hele wereld, speciaal voor hobbyfotografen. Oh, uh, je moet even zorgen dat hij niet automatisch afspeelt. Je moet even de playbutton uh, indrukken of uitzetten, linksbovenin. Um, Wij bieden fotoreizen aan over de hele wereld, speciaal voor hobbyfotografen. Uh, maar ook voor professionele fotografen kunnen we mee. Uh, onze reisleiders bestaan uit een team super enthousiaste fotografen die jou graag burgerlijden per op perfecte fotoreis. Ze weten dus perfect hoe je reis moet begeleiden, maar ook welke tips en tricks jij nodig hebt om tot het volgende niveau te komen. Um, daarnaast heb je ons altijd op reis met um, medegenoten die ook, uh, die, ook graag een of een, die ook een passie hebben voor fotografie en dus ook graag fotograferen. Um, en goed om te weten, je gaat met ons veilig en vertrouwd op reis. We zijn lid van het reisgarantiefonds GGTO, de PVKR en het calamiteitenfonds. En we hebben goede aansprakelijkheidsverzekeringen voor de reisbranche. In andere woorden, gebeurt er iets met ons? Gebeurt er iets met jullie? Hij staat nog steeds op autoplay. Nee hoor, dit doe ik. Oh, zoveel was ik nog niet. Um, maar gebeurt er dus iets, dan is alles gewoon goed geregeld. Um, ik zie dat meerdere mensen per ongeluk uit de toep verdwijnen. Um, goed om te weten wat de voordelen zijn van ons. Is je hangt altijd een uitgebreide beschrijving van de reis uh, met tips. Daarnaast word je volledig ontzorgd. Ik zeg zelf altijd, het en enige wat jij hebt te doen is je... Normaal zeg je koffer inpakken en naar Schiphol gaan. Um, maar naar Schiphol gaan is niet helemaal van toepassing op deze reis. Het dus enige wat jij hebt te doen is je koffer inpakken en naar Luxemburg. Of naar de opstartplaats voor het busje. Um, je hoort het volledig ontzorgd, alles is door ons geregeld, uh, hotel, restaurants bedenk het allemaal maar. Um, en daarnaast kun je je volledig richten dus op de fotografie daardoor. We zijn begeleiding van professionele fotografen en ze kijken dus geregeld mee op jouw camera schermpje om uh, jou zowel vooraf en op locatie dus de juiste tips te geven om die mooie foto's te maken. Vandaag zijn we overal op tijd om te fotograferen. We zeggen altijd, waar waren gewoon een tour in de car jou een kwartiertje geeft, krijgen wij bij ons drie kwartier. Omdat we er zijn om te fotograferen en niet om er doorheen te jagen. Uh, en zoals eerder gezegd, ga je pad met gelijk stemmen. Dus je zal nooit diegene zijn waar men op moet wachten, want die wil nog fotograferen. Zijn we zijn met z'n allen aan het fotograferen. Next. Um, andere voordelen, wij houden meerdere fotobesprekingen op een reis. Dan leer je niet alleen van de feedback die jij krijgt op jouw foto's, maar je leert ook van de foto's van je mededeelnemers. Um, daarnaast nemen wij altijd een reservecamera mee. Um, dus stel er gebeurt iets met jouw camera, is natuurlijk vervelend, maar dan kan je gewoon door blijven fotograferen op de reis. Um, en je kan ook statieven en filters van ons lenen. Um, daarnaast ligt altijd bij ons een naslagwerk met fotografietips. Die kan je zowel tijdens als na de reis gebruiken om uh, dus die tips gewoon terug te kunnen kijken. En daarnaast zijn vluchten, bootovertocht, logies en ontbijten en dergelijke altijd inbegrepen. Vervoer bij deze reis uh, is niet inbegrepen, maar is wel bij te boeken. Uh, en dat zullen wij later aan het einde van deze presentatie zullen wij precies zeggen wat er wel en niet bij de reisom in zit. Wat vinden wij belangrijk? Dat jij weer iets bijleert op het fotografiegebied. Maar ook vooral dat je het gezellig hebt. En een goed vakantiegevoel hebt. Van, je bent op vakantie. Um, je bent dan wel op reis. Je bent op vakantie. Je hebt de verlofdagen weer opgenomen. Dus het moet ook gewoon leuk en relaxed zijn. Um, daarnaast dat je nergens om hoeft te denken. Zoals we zeiden, wij doen ons best om jou geheel te ontzorgen, ontzorgen. Dat je alleen met fotografie dus bezig hoeft. En dat je dus niet alleen met wou foto's. Maar ook met een totaal wou gevoel weer thuis komt. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Next. Um, welke fotoreizen zijn er? Jullie zijn er nu natuurlijk voor de fotoreis Luxemburg. Maar we hebben er nog veel meer. Ik zal ze even gaan opnoemen. Oh. We hebben er veel. Dus zonder slide kan ik ze niet helemaal opnoemen. Bij mijn hoofd meer ondertussen. Dus die heb ik wel nodig. Um, in Nederland kamers mee naar Ameland, Groningen, Waddenkust, Brabant, de Schelling, Drenthe, Veluwe en Limburg. In de rest van Europa kan je mee naar IJsland op drie verschillende soorten reizen. Helgoland twee verschillende. Albanië, Lissabon, Luxemburg, Spitsbergen, Lavoten, Schotland, Valencia, Opalkus, Vinslaapland en Budapest. En in de rest van de wereld kan je nog wel eens mee naar Costa Rica, New York, Kenia, Japan, Jordanië, Borneo, Suriname, Brazilië, Madagaskar, Tanzania, Namibië, Argentinië, Bolivia, Chili en Nepal. En er komen altijd alleen nog maar meer reizen bij. Dus hou de website vooral altijd in de gaten bij ons. Um, nou zegt iemand al, dit is mooi. Evert is volgens mij net mee geweest, als ik me dat niet vergis. Die zegt: Kenia, Tanzania was echt ontzettend gaaf om te zijn geweest. En goed geregeld, allemaal. Ik wil jullie eigenlijk graag overhalen van Luxemburg. Maar vind je die nou niet leuk? Evert wil een fout voor Kenia, Tanzania. Dat is ook een goede keuze. Um, goed om te weten: inhoudelijk willen onze reizen. We maken een WhatsApp groep voor elke reis. Um, daarin houden wij allemaal dingen bij. We geven ontbijtijden door diners, vertrektijden, et cetera. Maar ook programma's worden erin gedeeld. Wij hebben een dagprogramma op de site. Je krijgt een dagprogramma voor vertrek. Maar het is een reis. Um, soms gebeurt er iets. iets. Nou, je kan een lekker band hebben. Maar het kan ook zijn dat je op een hele mooie plek gaat is een beetje wat? We doen een uurtje langer. Um, en dat kan soms het programma wat aanpassen. Dus ook dat houden wij allemaal. Uh, bij en dat, houden we, dat zetten we dus ook vaak daarin, zodat je altijd weet wat er gaande is. Um, Zeggen nou: ik wil echt niet meer met die andere laai op WhatsApp in een groep. Dat mag, dat kan. Laat het gewoon weten en dan zorgen we eigenlijk dat je op een andere manier uh, gewoon op de hoogte wordt gehouden tijdens de reis. Next. Goed, zal ik het overnemen, Lauwens? Um, dan ga ik eerst even wat uh, vertellen over het dagprogramma van deze fotoreis Luxemburg. En uh, als we het dagprogramma bij lang zijn geweest, dan gaan we nog even wat uh, praktische zaken over deze reis bij uh, Geldzaken, uh, elektriciteit, noem maar op, dat soort dingen. Nou, de fotoreis uh, naar Luxemburg is eigenlijk heel anders dan veel van onze andere reizen. We hebben veel landschapsreizen ook. Maar dat zijn vaak uh, vlakke landschappen of uh, heuvellandschappen, berglandschappen. Maar Luxemburg is dus een boslandschap. En dat is toch weer uh, iets heel anders dan uh, vlakkere landschappen. Of landschappen zonder bomen, laat ik het zo zeggen. Uh, het is heel dicht bij Nederland. Uh, tenminste voor de mensen die niet in het noorden wonen. Uh, vrij dicht bij Nederland. Maar uh, ja, zo echt totaal anders. De eerste keer dat ik in Luxemburg was om deze reis uit te zetten, toen had ik echt zoiets van wow, uh, zo mooi dat het eigenlijk allemaal is. Um, je verblijft deze reis steeds in één hotel, dus je doet alles vanuit dat uh, ene hotel, al de locaties die je uh, afgaat. De locaties liggen allemaal dichtbij, er zijn locaties zoals dit, de Season Temple, uh, die ligt op uh, slechts 6 kilometer van ons hotel... Ik denk dat de vers locatie zal iets van 12 kilometer zijn. En alles ligt daar echt tussenin. Dus alles is uh, echt heel dichtbij. Je hebt amper reistijd deze reis. Dus je kunt echt uh, je tijd ook volledig aan de fotografie benutten. En nog even om op in te haken. Um, we zijn op de locaties alles dichtbij. Op locatie uh, vanaf de tel is alles heel dichtbij maar ook al woon je trouwens wel in het noorden valt het eigenlijk mee hoe ver Luxemburg is. Het is vanaf Groningen na ongeveer zes uur rijden. zou je dus vanaf Schiphol ergens naartoe vliegen en daarheen moeten rijden en wachten op vliegveld en vliegen. was je waarschijnlijk net zo lang als langer onderweg geweest. Dus het valt eigenlijk heel erg mee hoe ver weg het is. Goed. Nou dag één. Uh, dag één wat je uh... In de middag verwacht, ochtends heb je waarschijnlijk nodig om uh, erheen te komen, om te rijden. Dus we zullen niet al te vroeg beginnen. In de loop van de middag uh, word je verwacht. En aangezien je dan uh, een, toch een aardig rikje waarschijnlijk uh, achter de boeg hebt, is het lekker om even uh, aan de wandel te gaan. En dan gaan we deze eerste middag gaan we meteen naar de Kalecktufkwellen. Uh, dat zijn dus uh, kalksteen, uh, tufsteen. Uh, kwellen zijn bronnen, en je ziet op deze foto ook: daar uh, stroomt het water uh, uit die kalksteen, en er komen allemaal uh, mossen op de rotsen, en die hebben allemaal prachtige kleuren. Dat is heel mooi te fotograferen. Overigens, uh, uh, het programma wat ik nu noem uh, kan uh, verschillen uh, per dag. Um, wat, ik, wat ik nu noem um, is dus niet exact op die dag uh, we kijken naar het weer en het kan best zijn dat we wat we eigenlijk op dag 2 gepland hadden op dag 3 of 4 doen of uh, andersom omdat het weer uh, uiteraard ook altijd heel belangrijk is met fotografie dus we bekijken elke dag wat we die dag gaan doen dus de volgorde van de activiteiten kan in een andere volgorde zijn dan uh, op onze website staat vermeld. En daarom hebben we het in deze presentatie ook genoemd dag 2 tot en met 4. Uh, in de website staat het wel per dag genoemd. Uh, nou, een van de plekjes die je aandoet is de Muletaal trail, B2 noemen ze dat, die trail. Dat is een trail, daar uh, loop je dus uh, zoals je op de eerste foto ook ziet, tussen hele hoge uh, Kalksteen uh, wanden, hele hoge bomen uh, loop je door. Het zijn allemaal, uh, dat zie je op foto 2, allemaal uh, paden, uh, stenen trappetjes. Uh, omhoog naar beneden, omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Uh, um, dit is wel een reis, moet je wel uh, in ieder geval goed kunnen wandelen. Je hoeft, hoeft geen topconditie te hebben, want het gaat niet in een heel hoog tempo. Maar je moet niet uh, een fysieke. Loopbeperking hebben, zeg maar. Dan is de reis niet geschikt. Uh, nou, dat zie je hier op deze foto. Stel wandelstokken, als je dat prettig vindt, is altijd handig. Maar het is echt uh, allemaal uh, ja, stenen uh, trappetjes die gemaakt zijn. Echt een prachtig gebied, heel mooi. Er zijn hier diverse uitkijkpunten. Ook dit is een. Uh, een wandeling, daar kunnen we een klein stukje van doen, kunnen we een heel eind van doen, een beetje afhankelijk van de groep, van de snelheid van de groep. We komen hier later in de reis ook nog op terug, dus we zullen hier sowieso twee keer naartoe gaan, omdat dit nou, een vrij groot gebied is, een vrij grote wandeling. Dus dat doen we niet allemaal in één keer. Nou, dit zijn ook wat voorbeeldjes van het gebied. Het is nog, zelf, uh, nog steeds diezelfde uh, B2-trail echt allemaal prachtige rotsblokken enorm groot. Je ziet bovenin nog een heel klein mannetje lopen en dat zegt wel hoe enorme enorme massa's dit zijn. Het is echt heel overweldigend als je er staat en heel, heel indrukwekkend ook. Dan uh, een andere dag um, ga je naar de Hole Cave. Um, dat zijn geen uh, natuurlijke grotten. Zoals je op de tweede foto ook zuidelijk ziet, zitten er allemaal uh, rondjes in die grotten. En die rondjes, dat zijn uh, wagenwielen die ze vroeger uit die uh, uh, stenen hebben uh, gezaagd, gehouden uh, in de, in de uh, stenen uh, tijd, zeg maar. Dat ze die stenen gebruikten voor wagenwielen. Heel bijzonder om te zien. Het zijn allemaal rondjes van binnen en uh, van buiten. Uh, daar kan je doorheen lopen en hier kan je uiteraard heel mooi aan de gang met, uh, met een HDR-techniek, met belichtingsprekketing, omdat het verschil tussen uh, de rotsen van binnen en wat je buiten ziet natuurlijk enorm groot is. Dat kan jouw camera niet overbruggen. Dus hier leren we je hoe je bijvoorbeeld in dit geval belichtingsprekketing moet gebruiken. Je ziet ook wat voorbeelden van die, uh, van die hele vreemde rotsen eigenlijk. Met uh, ja, die, die uitgeslepen uh, rondingen allemaal erin van de wagenwielen. En uh, dit, deze plek is iets van 8 uh, kilometer vanaf ons hotel. En dan rij je anderhalve kilometer verder en dan kom je op een andere plek, dat is de Perenkop. Uh, op foto 2 zie je dat je een uh, trap omhoog loopt tussen een hele smalle rotsplay door en dan kom je boven. En dan zie je het beeld van foto 1. Dan zie je nou ja, de weg dus van boven slingerend lopen. Mooi overzichtje. En daar ook vlak in de buurt, echt ook maar een kilometertje of twee of zo, heb je Gorges du Loup. Um, loop je ook dus tussen de rotsblokken door, um, over de trappen heen. En dan kom je boven en boven heb je echt een prachtig uitzicht. Kan je alle kanten uh, opfotograferen. En uh, zoals je op de tweede foto ziet, als je goed ziet in de verte, zie je allemaal geel. De koolzaad uh, bloeit in het voorjaar. In het najaar uiteraard niet. We hebben deze reis in uh, de herfst en we hebben hem in het voorjaar. In de herfst heb je daar weer uh, andere planten uh, gewassen staan. En dan, uh, ja, dit is toch wel een van de bekende plekjes, denk ik, uh, waar je aan denkt als je aan mulentaal in. Uh, in Luxemburg denkt, is de Season um, Ja, dat is een bekend fotootje. Um, die kan je op meerdere manieren fotograferen. Uh, hier is die met een lange sluitertijd genomen en je ziet voor in de foto ook duidelijk de, de draaiingen, de kolken in het water, doordat er een langere sluitertijd gebruikt is. We zorgen hier altijd um, in de ochtend te staan of in de avond te staan, omdat het dan rustig is. Overdag is het. Uh, druk en dan staan er misschien mensen op de bruggetjes wat je niet wil. Maar vooral, uh, ja, s ochtends en s avonds. Dan is het licht heel mooi, heel mooi zacht en uh, is het rustig. Dus we proberen hier zoveel mogelijk uh, ja, het mooie licht ook mee te pakken. Je hebt hier wel een statief voor nodig. Um, het mooiste is natuurlijk als je zelf een statief hebt. Heb je geen statief? Uh, statief kan je altijd uh, van ons lenen. Dan moet je dat van tevoren even bij je boeking aangeven. Dan nemen wij een statief voor je mee. Um, want dit is wel iets wat je natuurlijk niet zonder statief kan doen. Wat je hierbij gebruikt zijn filters. In dit geval uh, ND-filters, uh, polarisatiefilters, grijsverloopfilters eventueel. Uh, heb je geen filters? Is dat geen probleem. Wij nemen uh, filters mee, uh, meerdere setjes. Dus je kan altijd filters van ons lenen. Dat is geen enkel probleem. Dit is uh, Cold Valley. Uh, ja, eigenlijk ook een heel bijzonder stukje. Uh, vier kilometer vanaf ons hotel. Een andere kant op dan die andere foto's die je net zag. Maar ook hier, dat zie je op de tweede foto, zie je helemaal beneden, zie je iemand uh, aan het fotograferen in een uh, wit shirtje. Uh, ook enorme uh, kalkwanden waar je tussen staat. Echt heel overweldigend. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het echt een, uh, een schitterend gebied. Nou, we gaan ook avondfotografie doen in Echternach. Uh, Echternach ligt uh, op de grens met Duitsland. Klinkt ook aardig Duits, natuurlijk, Echternacht. Uh, het is Luxemburg. Uh, je ziet hier uh, de kathedraal. Uh, en de abdij van Echternacht. Die kan je dus van de zijkant fotograferen, onder de poortjes door. Je kan hem ook van voren fotograferen. We zorgen trouwens dat we hier al in de middag zijn, zodat je ook uh, smiddags in dit plaatsje wat foto's kan maken. En uh, wat je hier dus ook van ons leert is uh, hoe je avondfotografie je doet in het blauwe kwartiertje. Want zoals je ziet heb je hier een prachtig blauwe lucht. Mooie sterretjes, lampen als sterretjes. Nou, dat leren we je allemaal hoe je dat doen moet. Ook hiervoor heb je weer een statief nodig. Uh, we gaan ook uh, soms opkomsten doen als het, uh, de weersverwachting goed is. Dit is bij uh, Siewerslef. Uh, dat is onderdeel van de Muletaal Trail, B2. Een heel ander plekje dan jullie, ik jullie in het begin uh, liet zien. Uh, deze zit ongeveer halverwege, uh, de trail. Andere ingang. Nou, echt prachtig om rond te dolen daar. Uh, een andere dag uh, doen we de Halabach. Dat is een uh, riviertje. Die kronkelt uh, door een dal. En uh, hier zie je twee van onze deelnemers. Soms moet je het riviertje uh, met wat stenen oversteken. Maar we gaan dus helemaal langs de rivier. We zetten een aantal auto's neer uh, bij de plek waar we vertrekken. En we zetten wat auto's neer bij de plek waar we uiteindelijk terugkomen. Um, en dan gaan we van, met de auto's uh, waar we terugkomen even naar de auto's aan het begin. Dus uh, zo uh, hoeven we niet heen en weer te lopen, maar kunnen we echt een hele mooie tocht langs de rivier maken. En als je deze stenen oversteekt, dan kom je hieruit. Uh, heb je meerdere kleine watervalletjes achter elkaar in de rivier zitten. Dus iedereen uh, kan bij een ander watervalletje gaan staan en dan uh, even afwisselen als je klaar bent. Ga je naar het volgende watervalletje. Dus er zijn echt meerdere achter elkaar. Het zijn hele kleine watervalletjes, maar wel heel mooi om ook hier weer bijvoorbeeld met uh, een lange sluitertijd aan de gang te gaan. Uh, andere mogelijkheid van zonsopkomst is bij uh, labyrinthe. De labyrinthe zit tegenover de perenkop. De perenkop was, uh, wat ik jullie zei, dat je van bovenaf heel mooi op de weg kon kijken. Dit zit aan de overkant van de weg. Komt de zon echt heel mooi uh, door de bomen heen op. Uh, Laurens had al gezegd dat we een uh, fotobespreking altijd doen er is een vraag uh, tussendoor, dus ik onderbreed je vertel we hem vergeten, dan gaan we zo verder over de fotobespreking, hoe groot is de groep um, dat verschil wat ik dan over mensen opgeven. Uh, even uit mijn hoofd is een minimum aantal deelnemers vijf, en een maximum aantal is ongeveer veertien maar dat betekent dat we met veertien man zouden zijn dat er twee fotografen uh, meegaan Um, bij tot ongeveer 7 à 8 deelnemers gaat één fotograaf mee. Uh, en vanaf meer deelnemers gaat eigenlijk altijd de tweede fotograaf ook mee. Um, dat betekent dat de groepen dus eigenlijk 7 à 8 per fotograaf zijn als je het zo bekijkt. Um, daarnaast nog een vraag. De locaties uh, liggen heel dicht bij elkaar. Dus we kunnen hier heel gemakkelijk uh, de ene groep naar de ene locatie en de andere groep naar de andere locatie. Want die liggen echt uh, op uh, twee kilometer van elkaar af soms. Ja, er is nog een vraag. We leren je over avondvolle vier lange sluitertijd. Begrijp ik dat de reis is voor beginners? Nee. Um, daarmee zeg ik niet dat die niet voor beginners is. We begeleiden iedereen op zijn eigen niveau. Um, dus heb je dat nog nooit gedaan? Dan leren we jou hoe dat moet. Heb jij dat wel gedaan? Dan kan je dat gewoon, of mag je dat gewoon op eigen, uh, moet ik zeggen, op eigen kracht doen, zonder dat je die hulp krijgt? Maar je kan hem ook wel krijgen. Dus de reis is voor elk niveau. Van nou beginner bent of vergevorderd, dat maakt niet uit. Maar het is er niet specifiek voor beginners of specifiek voor gevorderden. Nee, zeker niet. En ik denk dat het uh, um, vooral in een bos best wel uitdaging vergt voor gevorderden ook. Want het is uh, heel veel uh, licht en schaduw. Dus dat is uh, voor gevorderden ook uh, uitdaging genoeg, denk ik. Als je deze foto's ook ziet, het is uitdaging genoeg. Ja, maar dat betekent dus niet dat de beginner dit niet zou kunnen, zoals we zeiden. Het is dus, dus voor ieder niveau. Nee. Ieder, uh, ja, ieder fotografeert op zijn eigen niveau. Maar dat is eigenlijk met al onze reizen zo. Iemand die verder gevorderd is. Die uh, uh, hopen we wat verder gevorderde dingen nog uh, bij te leren. Iedereen kan altijd bijleren zeg ik. Zelfs wij leren ook nog bij. Net zo goed. Dus uh, er is altijd wel iets wat we hier nog kunnen leren. Maar het is natuurlijk wel zo dat een beginner wat meer leert tijdens reis. En... Uh, het is ook dat je naar de mooie plekjes gebracht wordt, op de mooie momenten, dat soort dingen. Er is ook nog een vraag of het statief altijd mee moet. Of oh, die niet heb je al is. beantwoord. Die heb ik ook okay. niet opgenoemd. Dat jij letterlijk precies op dat moment over het statief bent begonnen. Dus uh, toen die vraag gesteld ja, werd. Ja. Dus die is al beantwoord. Ja. Hoef niet bij elke wandeling mee trouwens, want als je de B2 trail doet, dan hoeft die niet mee. Uh, maar er zijn wel momenten dat hij wel mee moet. Hij gaat wel mee, sowieso in de auto. En dan zullen we elke keer als we op een locatie zijn, zeggen of je hem wel of niet nodig hebt. Maar deze reis heb je hem wel redelijk vaak nodig. Ja, de fotobesprekingen. Vertel. Um, ja, de fotobespreking: um, we doen uh, um, meestal twee keer een fotobespreking zodat iedereen even een keer aan bod komt. En uh, we vragen iedereen twee tot drie foto's in te leveren. We zeggen altijd: Nou, je mag altijd ook een foto inleveren waar je trots op bent. Uh, wat gewoon heel goed gelukt is. Maar eigenlijk leer je daar niet zoveel van. Je leert eigenlijk het meest van de foto's die uh, mislukt zijn. Of uh, foto's waar je vragen over hebt. Uh, daar leer je vaak veel meer van. Dus we vragen altijd mensen twee tot drie foto's in te leveren. En. Uh, ja, dat is heel leuk, want uh, iedereen uh, komt eigenlijk op dezelfde plek, maar iedereen kijkt toch weer anders en iedereen komt weer met andere foto's terug. En het leuke is dat je dan ook weer ideeën van anderen opdoet: dat je denkt van goh, ik heb daar gestaan en zo heb ik er niet naar gekeken, dit heb ik uh, eigenlijk niet gezien. Dus dat is uh, ja, wel heel leuk van de fotobespreking. Um, en dan dag vijf, dat is de dag uh, dat je weer uh, uiteindelijk binnen huis gaat. Uh, dan gaan we s'morgens in ieder geval nog een keer naar de Season Tumple. S'morgens vroeg. En hier krijg je dan uh, mee om eens een andere compositie op te zoeken. dan wat je eigenlijk uh, normaliter op alle plaatjes ziet. Want je ziet heel veel dezelfde plaatjes uh, op uh, Facebook en alles langskomen. Maar je kunt hier bij de Season Tumpel echt veel meer andere composities zoeken. En als je, nou, dan ga de plaatjes al gemaakt hebt eerder in de week. Is het juist leuk om dan deze laatste dag gewoon op zoek te gaan naar nieuwe en heel andere composities. En hier zie je twee voorbeeldjes van andere composities. Kan jij verder, Laurens, of moet ik verder? Nee, ik pak hem wel. Um, moet ik deze even goed zetten? Ja. Um, nou, wat goed is om te weten, wat inbegrepen is bij de Rijsom: um, Daarin zit vier kilo's in ontbijt. Dus alle hotelovernachtingen met een ontbijt zitten erbij in. Uh, en dat is op indeling op een tweepersoonskamer Je kan ook een eenpersoonskamer boeken, maar dat is tegen een toeslag. Um, daarnaast masterclass fotograferen, maar lange sluitertijden en filtergebruik. En dus ook gratis gebruik van Heiderfilters en, indien gewenst, een statief. Wil je een statief lenen, geef het er wel van tevoren aan. Maar neem maar namelijk niet altijd leenstatieven mee. Die nemen we mee op verzoek. Dus wil je een lenen, geef het dan nou, uiterlijk uh, een week of twee voor vertrek aan. Maar bij voorkeur gewoon bij je inschrijving. Dan kan je die gewoon van ons uh, dus lenen. Daarnaast begeleiding door een professionele fotograaf. En als er dus meer dan ongeveer acht à negen man zijn, twee fotografen. Uh, en naast werk, fotografie. Uh, en zoals we eerder zeiden, de fotobesprekingen. Next. Um, daarnaast, het vervoer is optioneel. Dat is omdat er ook altijd heel vaak merk dat veel mensen ook gewoon met eigen vervoer eigenlijk heen willen gaan. Dus vervoer kan je er eventueel bijnemen. Um, dat is 195 euro per persoon retour. Dan heb je opstapplaats Utrecht, Eindhoven en Luik, uh, indien een fotograaf vanuit Groningen de fotoreisburg rijdt, hebben was extra opstapplaatsen nog Groningen Assen en Zwolle. Um, wil je nou opgeven voor deze reis en je weet niet, dan kan je niet altijd meteen weten. Uh, of wij vanaf Groningen al rijden, zie je dan even een mailtje, dan geven wij dat aan. Ik ga meteen even checken of dat voor het najaar zo is. Dus geef me één luttele ja. seconde. Ja, Ron. Ron. Ja. Ron komt het vanuit Groningen? Ja, dus stel je zou mee dit, deze november, 11 tot en met 15 november, dan kunnen ze dus ook vanuit Groningen als volle al opstappen. Next. Ja, je hebt niet alleen het vervoer naar Limburg, maar ook het vervoer ter plekke. Luxemburg. Allemaal zitten bij Luxemburg. We rijden verder dan Limburg. Ah, uh, sorry. Belangrijk. sorry Lux Luxemburg. <laughs> Luxemburg. Limburg en andere. plekken in Luxemburg zitten dan ook bij je. dus je wordt uh, al die tijd gewoon uh, vervoerd. Ja, next. Um, aanbevelen, aanbevelen: aanbevolen fotoapparatuur. Um, we zeggen altijd: het maakt niet uit wat voor camera je hebt. Van wat kun je op elk niveau. En ze ook met elke camera helpen. Um, maar wat handig is, is een fotocamera met een groothoeklens. Of een standaardlens. Maar standaardlens hebben we het over 24, 120, iets in die richting. Uh, en een zoomlens kan echt wel ook nog handig zijn. Maar is niet uh, heel erg nodig. Dus heb je hem niet, zou ik hem niet speciaal voor aanschaffen. Um, zonnekap altijd handig. Beschermt zowel tegen regen als tegen. Uh, nou, te veel licht wat binnenin komt. Een goed stevig statief is altijd handig. Helemaal bij deze reis, wanneer je het op een steen zet, zoals daar. Wil je niet dat je wankelstatief statiefje hebt waar het water in dondert? zou zonde zijn. Um, daarnaast, afstandsbediening. Heb je geen afstandsbediening, kan je ook gewoon uh, uh, een timer instellen van 2, 5, 10 of hoeveel seconden je ook wil. En dan kan je het op die manier zorgen dat je de trillingen dus voorkomt um, van het indrukken van je camera. Um, genoeg geheugenkaartjes is belangrijk. Het zou jammer zijn als na de halve reis je geheugenkaartje vol is. Uh, en extra camera is zijn nooit overbodig, want als je de hele dag gaat fotograferen bent, kan je ook accu best snel leeg gaan en is het handig om een reserve bij je te hebben. Uh, filters, als je die zelf hebt, neem ze vooral mee. Heb je ze niet, kan je die van ons lenen. Regenhoes kan dus handig zijn. We hebben het over Luxemburg, we hebben het over Europa, en we hebben het over november, dus... Um, het kan heerlijk weer zijn en droog, het kan ook behoorlijk regenachtig zijn. Dan heb je daar in een bos minder last van, um, maar dan nog is een regenhoes wel handig om te hebben. Uh, en een schoonmaaksetje voor je lenzen. Next. Um, nou, de technieken die er is toegepast tijdens deze reis is onder andere bosfotografie. Het werken met filters, dus ND-filters, polarisatiefilters en eventueel grijs verloopfilters. Um, nou zal van naam en D polarisatie dan van toepassing zijn. Um, lange sluitertijden, fotografie, belichtingsbracketing met HDR... en ook avondfotografie uh, komen langs. Next. Um, kleding, naar nou, zei je, het is behoorlijk dicht bij Nederland en België. Dus de temperatuur kan je vergelijken met gewoon de herfst in Nederland en België. Zorg dat je wat laagjes eventueel hebt, maar voornamelijk ook waterdichte kleding... Uh, Winddicht is ook extra handig, goede wandelschoenen waar je natuurlijk veel aan het wandelen tijdens deze reis en eventueel zelfs laars en een regenjas. Um, als bagage um, hangt er vanaf, reis je met ons mee of reis je met je eigen auto. Reis je met ons mee, dan bijvoorbeeld een flexibele reistas, zodat alle bagage goed past in het busje of in de auto. Um, en dan kom je met eigen vervoer, dan mag je bij mij betreft met een koffer van 60 kilo aankomen. Um, het is jouw auto, jouw kofferbak. Uh, helemaal prima. Um, dus dan maakt het niet uit wat voor koffie je meeneemt. Uh, Elektriciteit. Hetzelfde voltage als in Nederland. En daarnaast dezelfde stekkers uh, als in Nederland en België. Dus je hebt geen uh, verloopstekker nodig. Um, heb je rij om een kamer op indeling. Dus je deelt een kamer met een mededeelnemer. Of je denkt dat je veel stekkerpunten nodig hebt. Omdat je... Een iPad, een laptop, een camera en uh, een, een koptelefoon mee hebt. Ik zeg maar wat. Zorg er dan dat je een stekkerdoos meeneemt. Voor het valt dat. Dan heb je sowieso genoeg uh, elektriciteitspunten. Geldzaken um, is eigenlijk niet noemenswaardig in die zin. Het is in Nederland of België. Je kan eigenlijk overal pinnen en het zijn euro's. Dus uh, er is daar niet zoveel bijzonders. Tijdsverschil, dezelfde tijdzone als bij ons. Uh, zowel in de zomer als in de winter. Uh, daarnaast heb je geldig paspoort of een ID-kaart nodig. Die gewoon het hele verblijf nog minstens geldig is. Uh, en het kan handig zijn om een kopie van je paspoort of ID-kaart mee te nemen. Uh, next, conditie. Aangezien um, het een avontuurlijke omgeving is, is het wel handig als je een beetje oké okay conditie hebt. Het um, is dus een gezonde basis. Ja, is staat wandelconditie, maar zo'n een, een beetje oké-conditie okay is hier wel nodig. Ik doe geen marathons te rennen. Maar als je normaal thuis een vijf minuten lopend als waar hebt, kunnen we gewoon heel eerlijk zijn dat dit gewoon niet de geschikte reis voor je is. En je beter op een andere reis mee kan gaan. Het zou namelijk jammer zijn als wij zeggen dat jij dit kan doen en je gaat mee. En uh, het lukt allemaal niet. Dus heb je een, echt een slechte conditie en dat weet je van jezelf, dan is dit gewoon geen geschikte reis. Dan kan je beter met een. Uh, ...met andere reizen van ons meegaan. Of hebben we hebben genoeg reizen die wel geschikt zijn daarvoor. Um, daarmee probeer ik dus niet af te schrikken. Heb je gewoon een beetje een oké okay conditie... ...dan kan je dit waarschijnlijk prima aan. Um, zoals je ook ziet op deze foto... ...niet iedereen die meegaat is per se de jongste. Um, dus ook als je wat ouder bent... ...of je conditie is niet 100% geweldig... ...kan je gewoon mee. Twijfel je, neem dan gewoon even contact met ons op... ...dan bespreken we je situatie en dan... Uh, dan kunnen wij goed inschatten of het wel of niet voor jou geschikt is. Um, omdat je dus best veel wandelt, raden we ook goede en stevige wandelschoenen aan. Nou vind ik dat wel altijd een uh, verschil dat per persoon. Uh, ik zelf ben iemand die loopt overal op sneakertjes rond. Uh, ik, en ik, ik, ik loop hikes van 10 uur op sneakers en ik vind dat heerlijk lopen en dat werkt voor mij geweldig. Um, met, doe je dat normaal niet, doe het dan nu ook niet. En neem gewoon goede stevige wandelschoenen mee met uh, goede ondersteuning. Want helemaal die, enke, die ondersteuning, en dan ook voor je enkels, is heel handig als je even verkeerd stapt. Dan heb je ook niet zo goud dat er wat aan de hand is. Goed om te weten, uh, de data uh, heb ik ook zojuist online gezet, die heb je drie uur geleden nog niet op de website kunnen zien staan. en Nu wel. Behalve die van dit jaar. Dit jaar kan je mee van 11 tot en met 15 november. Dan kan je mee met Ron. En als er genoeg langs zijn, ook met Hans. Gaat dan ook mee. Um, en je kan volgend jaar mee van 12 tot en met 16 mei. Dan heb je eigenlijk juist in het voorjaar de fotografie. Dus niet met de herfstbladeren, maar een heel mooi groen. Um, en je kan ook mee dan van 10 tot en met 14 november. En dan heb je juist heel erg herfstfotografie. Met dus die mooie uh, rood, geel, bruine. Uh, en ook groene kleuren uh, in de natuur. Wat heel mooi is. En beide uh, reizen, of beide. Data hebben dus ieder hun eigen voordelen, eigenlijk, qua hoe de natuur eruit ziet. Een volgende. Is er is geen volgende. Die is er wel. <laughs> um, heb je dat nog niet gedaan, schrijf je een van onze nieuwsbrief. Um, hierin krijg je alle updates van ons te horen: blogs met fototips, wanneer er presentaties zijn, wedstrijden die we uitgeven. We hebben zelfs ons eigen festival op 6 oktober, uh, wat daarin zou staan. Um, daarnaast. Uh, bieden wij naast onze reizen ook fotografiecursussen? Wij geven lezingen voor andere fotoclubs, daar kun je ons voor inhuren. Uh, en ben je dan nog niet overtuigd over onze reizen, wat wij doen? Um, lees dan onze reviews. Die zijn namelijk praktisch allemaal goed. En dat zeggen we niet om arrogant te doen, um, maar wij staan voor kwaliteit. En daar gaan wij ook heel hard voor. En dat is ook wat wij jullie willen bieden. En dat is wat voor ons heel belangrijk is. Um, dus ben je nog niet overtuigd over wat wij zeggen? Lees dan gewoon onze reviews. Um, en dan de rest van mij eigenlijk nog één ding. En dat is uh, vragen of jullie nog vragen hebben. denk ik. Volgens mij is dat de volgende slide. Yes. Ja, klopt. Nou, afsluitend wil ik in ieder geval, terwijl mensen misschien nog even vragen verzinnen, uh, zeggen dat dit uh, ja, echt, een, echt een hele mooie fotoreis is. Uh, ik uh, was zelf, uh, toen ik de eerste keer daar kwam, uh, echt helemaal. Ah, weet je wat, praat eerst maar door, doe nog een vraag zo. Ja, echt helemaal uh, verwonderd over de omgeving. Uh, um, dat het eigenlijk zo mooi is. En zo uh, ja, avontuurlijk ook. Uh, denk ik dat je tussen smalle spleten doorloopt. En dat soort dingen. Uh, ja, ik vind het echt uh, een hele prachtige reis. Ik zei vanmiddag nog tegen Laurens. Ik zeg van ja, als je de foto's ziet. Dan zou ik er zo weer uh, naar terug willen. Uh, dan zou ik zo die reis weer willen begeleiden. Want het is echt een, uh, een heel mooi gebied. Oké, okay, twee vragen. De eerste is waar ligt het hotel? Het hotel ligt in Echternach. Daarnaast de vraag kwaliteit van het hotel qua comfort en eten. Um, oh, het hotel vlak... ligt niet in Echternach hoor. Die ligt een, een stukje bij Echternach vandaan. Die ligt vlakbij uh, bij de Seasetumpel. Oh ja, officieel ligt die nog steeds in Echternach. Maar hij ligt dus in het buitengebied van Echternach. Ja, ja. Um, daarnaast de vraag, kwaliteit van het hotel qua comfort en eten. Nou, weet ik dat ik het heb geboekt, dus het is goed. Maar Jolanda is er geweest, dus vertel. <laughs> ja, het hotel is uh, gewoon moderne kamers. Uh, eten is ook uh, goed, maar we eten ook op uh, andere plekken, want er zijn ook uh, andere restaurants in de omgeving, dus we eten niet alleen maar in het hotel. Nee, maar het, komt maar het eten in het hotel, hotel is uh, op zich heel goed. Ja, en het zijn de hotelkamers zijn dus ook gewoon goed, netjes, modern en uh, het is gewoon goed hotel. Moderne hotelkamers. Meer vragen? Geef me nog even een minuutje. Nou, ik denk dat we de vragen gehad hebben. Wat nou, mocht mocht een toch... hotelkamer. Ja, die weet ik niet. Jolanda, uh, weet je dat? Misschien. Uh, oh, moet ik even heel diep in mijn geheugen graven? Uh, je kan er zo naar namen... een doosje, dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, maar of er een bad is. We uh... nou, hebben het niet eerder gehad tijdens een presentatie, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik ga even gauw checken of ik dat. Uh... De douche is er 100% zeker. Maar ik ben zelf iemand die uh, niet uitgebreid in, in een bad gaat. Zeker niet tijdens een reis. Dus ik zou je niet kunnen zeggen. Oh, bad hoeft niet. Wel graag een douche. Nou, de douche is 100% zeker. Ja, ik zie nu, het is zo'n bad met een douche erin en gewoon een wand erin. Dus het is allebei. Ja, en wc uh, ook op je eigen kamer. Gewoon uh, hotelkamer met eigen sanitair is het. Andere Sorry. vragen? Nou, dan denk ik uh, Wacht dat even. we... Wacht even. Ja, ga door. Dat we de presentatie af gaan sluiten. Nee, hey, dan ben je net te laat. Net te laat. Nee, verder geen vragen. Uh, Daarom allemaal heel hartelijk dank dat jullie uh, hierbij aanwezig waren. Uh, ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van de reis. Van uh, van landschap ook vooral, uh, wat je vastlegt deze reis. En uh, nou, wie weet uh, zien we jullie op deze of een van de andere reizen weer terug. Ja, en zijn er Tot... nog vragen, Geen niet om ons te mailen of te bellen. Uh, en dan uh, beantwoorden we graag jullie vragen. Ja, tot ziens! Jij moet hem afsluiten, nou, Lauwens. Ik zie dat ik daar. Oh, niet ik kan... moet hem afsluiten. Nou, dan ga ik dat eens even doen, natuurlijk. Dan doen wij dat: Be uh, beëindigen.